Oh, okay, no, that's okay. Hallo buurman. Hoe is het buurman? Pussa! Pussa Pinas! We kijken het nog aan. Dat Guillaume zal nog een aantal partijen verder misschien. En we hopen, als hij het nu ontwikkelt, dat hij dan niet lang in de nieuweling zal blijven. Ik denk wel dat hij heel snel de stap zal maken naar C. Of naar dat een stap hoger gaan maken. Dat één wel zeker is. Met zijn kwaliteit en zijn kracht. Ja, dan is het wel snel geneigd om verder te gaan. Hij is ervaren vechter al. Hij heeft in de jeugd heeft hij al veel titels gehaald. En Thailand is de tweede geworden op het Muay Thai IFBA toernooi voor de WK. Die man, Nederlands titel heeft hij al gehaald. Duitsland heeft toernooien gewonnen. Engeland heeft hij toernooien gepakt. Dus, hij heeft ervaring al gedaan. Ervaring heeft hij echt wel. Dus, en waar wil jij heen met hem? De bedoeling eigenlijk met hem is gewoon zorgen dat hij gewoon doodsniveau mee kan draaien. En dat is dit moment is dat Glory. En dus, ik heb wel gehoord dat er nu met meerdere toernooien aan zitten te komen. Ja, ik weet wel zeker dat mijn vechters daar zeker kan plaatsen met de kwaliteit die ze hebben. Nu draait het om Sanne en Guillaume. Die er op dit moment aan het opdraaien mee draaien. Zal ik dus naar Sanne draaien? Dus even trainen, weer de matching eruit. Ja, dus dat gaat gewoon maar door. Even over Sanne.
Ja, binnenkort hebben we 8 juni. Dan moet Sander voor de infusie vechten voor de wereldtitel tegen Zarel. Mijn taak is om te zorgen dat ik de zwakke punten en de goede punten van Zarel naar voren heb kunnen halen. Waarop we zeker hebben kunnen trainen. Eén ding is zeker, ik zie en ik weet dat de kwaliteiten van Sander gewoon meerdere malen hoger liggen dan die van Zarel. En Zarel die zal nog wel heel moeilijk krijgen. Ik denk dat ik ga er vanuit als dit titel dit keer echt kwijtraak. Vorige keer heb ze al een partij verloren. Maar deze zullen ook verloren, maar die verliezen ook de titel bij, denk ik. Daar ga ik wel vanuit. Dat komt zeker terug in de spijkenis, maar ik me niet voor niks. Ons doelstelling is gewoon heel simpel. De beste mag de titel mee naar huis nemen. En ik hoop dat de scheidsrechters even redig zijn. En in Groningen, zoals ze zien, ja, dat is geen thuishaven. Is alleen gewoon puur naar de partij blijven kijken. En zorgen gewoon dat het echt een eerlijke beslissing wordt. En als dat zo wordt, dan mag de beste van mij winnen. Dankjewel. Vergeet niet te kijken. Titelgevecht tegen Zarel de Jong, 8 juni in Groningen. Future Live op 5 juni.